Hallo, hallo allemaal en welkom terug bij Ellendige Tulp Productions. Met jullie geliefde Isa. Goed, een hele kleine update voordat we direct gaan beginnen. De volgende review die jullie hadden gezien was van deze schatje hero, de Leicht Traktor Tier 1 lichte Duitse tank die u kunt leiden naar de tankjager, lijn, artillery, bladibladibla. En ik heb een poll geplaatst op Facebook dat het volgende vraagt. Namelijk, wat zal de volgende review worden? Welke tank willen jullie heel graag zien? Er is eruit gekomen de Duitse Tier 9 Heavy Tank, de E75 van de Mercedes Henschel E-series. Dus, dat gaan we eigenlijk nu doen. Alleen, ik heb daar niet veel replays voor gehad. Dus ik dacht, goed, dan doen we even heel snel een review van een andere tank die op de tweede plek stond, namelijk de Sturmgeschütze Drei. En, oh jongens. Zie hier de Sturmgeschütze Drei. Dit is een tankjager. En, oh wat is dit een schatje. Kijk eens jongens. Ongelofelijke tank. Goed. Hier gaan wij dus een review van maken en zoals jullie weten, onze reviews bestaan uit twee delen. We gaan in de eerste de statistieken bespreken van de tank. En daarna in de volgende video zien jullie twee replays ervan. Hoe het presteert op het veld. Maar eerst natuurlijk, zoals ik heb gezegd, de statistieken door van deze tank. En nadat we klaar zijn met de Sturmgeschütze 3 review, gaan we de E75 review direct op YouTube plaatsen. Enkele dagen of misschien 1 tot maximaal 2 weken daarna. Dus dat is beloofd. Goed. We gaan door direct naar de statistieken. We beginnen bij het begin. De Sturmgeschütze 3 is een tier 5 zoals jullie hier kunnen zien. Het komt van de Hetzer vandaan wat de tier 4 is. En de Sturmgeschütze 3 zal jullie leiden naar de Jagdpanzer 4. Wat een ongelofelijke turn van een tankjager is die jullie absoluut niet in jullie garage willen hebben. Het is een ongelofelijke tering kleren ding van een tank. Maar goed, dat moest even eruit. Maar dit jongens hier is een geweldige schatje. Het is heel klein zoals jullie kunnen zien. Vergeleken met bijvoorbeeld de Jagdtiger. Die enorm groot is. Dus de Sturmgeschütze 3 is, ja, best klein, dus low profile. Hetzelfde geldt voor de E25, die zelfs nog kleiner is. Kijk eens even, een inie mini schatje. Ik heb hem pas gekocht namelijk. Geweldige tank. Maar goed, wat bedoelen we met tankjager? Een tankjager is eigenlijk een tank meestal zonder koepel, zoals jullie kunnen zien. En een paar tankjagers in het spel hebben een draaibare koepel. Denk maar eens aan de Hellcat, de T49, de Amerikaanse TD's. Vooral zijn daar bekend om. De Britse TD's heb je de FV die een, ja, niet echt 360 graden draaibare koepel heeft, maar wel tot de zijkanten. Of zelfs achterkant neem ik aan. Dat noemen we dus de firing arc. Oftewel de arc waar je kanon kan draaien. Want als je je kanon tot hier krijgt, dat is wel het maximale. Daarna moet jouw gehele onderkant van je tank draaien, wil je bijvoorbeeld hier gaan richten. En dat is dus een tankjager. Een tankjager is dus niet een tank die je echt gewoon CQC moet gaan vechten, close quarters. Een tankjager is echt een tank voor pure hinderlaag, oftewel puur sniping en supporting. Dat is eigenlijk wat een tankjager is en het werk van een tankjager. Goed, we gaan gelijk de statistieken door. Ten eerste, levenspunten, 350 HP, dat is weinig. Als je in tier 6 komt en je hebt een KV-1S voor je neus, ben je weg in één schot. Dat is helaas realiteit. Het is een 20 ton tank, 20.7. En ik heb zelf camouflage en een doorlader en een binocular telescoop erop. En de PK is 444, dus de power rate ratio is best goed. Dus hij kan goed accelereren. De topsnelheid is 40 km, dus het is een geweldig snelle tankjager. Maak daar zeker gebruik van. En dit is hetgeen wat
ongelooflijk is. De draaisnelheid alweer. Als we teruggaan naar de lijgtractor. Die heeft 40 graden. Dat is net zo snel als een Ferrari. Hoe snel zal wel niet de stoek dan wezen? Lamborghini, Porsche, jullie mogen kiezen. 44 graden. 4 graden sneller. Ongelooflijk snel. Wat betreft de bepanzering is oké om een paar schoten te bouncen. Wat betreft bepanzering, 80 mm voorkant, 30 zijn achterkant. Zijn achterkant is gewoon, ja, troep. De voorkant is 80 mm. Alleen zijn wel weak spots. Natuurlijk deze ongelofelijke grote onderplaat. De kijkersdoosje, of hoe je het ook wil noemen. Hier is een weak spot. En de commandant's hatch is ook een weak spot. Als het goed is, als ik even zo kijk. Deze flat stuk hier kan je penetreren, makkelijk. Deze niet, want die zijn goed gestroomlijnd. Of geëngeld. De zijkanten is natuurlijk vreselijk. Achterkant precies hetzelfde. Ook vreselijk. Schiet niet op de koepel, want dat is natuurlijk het meeste. Of op de kanon bedoel ik. Want dat is het meest bepanzer. Meest bepanzerd van de hele tank. Dus ja, wat betreft bepanzering. Ja, oké. Maar sowieso moet je niet rekenen bij een tankjager op je bepanzering. Dat gaat je niet redden. Behalve bij de hogere tieren natuurlijk. Dan gaan we door. De draaisnelheid van de kanon is 44 graden per seconde. Dus hij draait best snel naar rechts en naar links. Alleen, ik denk dat ze juist daarmee bedoelen als je een koepel hebt. Maar de stoek heeft geen koepel. Ja, raar. Oké. Maar voor zover ik weet, de kanon draait heel snel naar links en naar rechts. Misschien zal dat betekenen. Ik weet het niet. Als iemand het weet, graag doorgeven. De zichtbereik is oké, 310 meter. En de signaalbereik is wel kut. 415 meter, dat is gewoon troep eigenlijk. 500, 600 meter mag echt wel, maar 415, kom op. Dus, ja. En dat is zelfs nog met de beste radio, de Fook 7. De Fook 5 wil je al helemaal niet hebben, dat is 310 meter. En de Fook 7 zal je wel wat gaan kosten. Maar, kijk eens. Het is geschikt voor al deze voertuigen, jongens. Dus helaas, we moeten hem maar kopen. Maar goed, dat betreft de statistieken van de tank. Maar is dat het enigste? Nee. We gaan door naar de kanon. Zoals jullie kunnen zien, keuze uit 4 verschillende kanonnen. Dan gaan we naar de onderzoekstree. De stockgun is de 7,5 cm Stuk 40 Liechtenstein 43. Ongelofelijke turd van een gun. 103 mm penetratie is eigenlijk oké. 39 precisie? No way. No way voor een stoek dat ze 39 precisie erop hebben. Ongelooflijk slecht. Richttijd 1,7? Geweldig. Schade? Ja, iets aan de lagere kant. 110 gemiddeld. Kan beter. De volgende kanon is de Derp Gun. De 105 mm STUH 42 L28. Dus 105 kaliber Derp Gun. Oftewel, veel schade, weinig penetratie, vreselijke precisie, goede richtheid. Dus dat is ook een keuze. De volgende, en dit begint meer interessant te worden, de 7,5 cm pak 39 L48. Die heeft meer penetratie, nou ja, hoeveel meer 7 mm, dan de eerste 7,5 cm L43. Dat is goed. En ook een betere vuursnelheid. De schade is hetzelfde. De precisie is 0,02 beter. En de richtheid is hetzelfde. Oké, tenminste wat verbeteringen. Ook een kanon die je kunt gebruiken op de jachtpanzerrivet en de hetzer. De volgende, en dit is de kanon die we hebben, de 7,5 cm L70. Zelfde kaliber, schiet niet zo snel als de L48, maar monsterlijke 150 mm penetratie. Meer schade, betere precisie, zelfde richtheid. Dit is een ongelofelijke geweldige tank. Kanon. En die schiet heel snel. En dit is hem. Wat heb ik als cruise skills? Camouflage. Logisch, want je gaat campen als een tankjager. Je wil lekker hinderlagen, je wil dat niemand jou ziet. Camouflage.
Commandant, de tweede perk die ik zeker ga nemen, zesde zintuig. Zeker zesde zintuig, want je wil weten wanneer je gezien wordt. Mentor zou ik niet doen, er zijn maar 4 bemanningsleden. Maximale zichtbereik, waarom niet? 415 meter is slecht. Reparatie, dus ook geen slecht idee. Brandbestrijding, wapenbroeders, nee. Schutter, dan gaan we door naar vaardigheden. De schutter, snelschot, is een rare vraag, maar daar kom ik later op terug. Aangewezen doel, niet zo'n slecht idee. Reparatie, ook niet zo'n slecht idee. Ik zou camouflage doen, wat ik natuurlijk heb gedaan. Bestuurder. Motorrem zou ik al helemaal niet doen, want hij draait al lekker snel. Tijdig onderhoud? Nee, 350 HP is toch al weinig. Comfortabele rit is een goed idee. Offroad rijden is ook een goed idee. Rammen zou het niet doen met een 20 ton tank. Reparatie? Ja. Geen slecht idee. Ik ben gaan voor camouflage. Bramstein, wapenbroeders? Nee. Lader. Laders zijn altijd interessant, namelijk dat er maar één goed is. Namelijk je veilige opslag. Ik heb gekozen voor camouflage, veilig opslag als tweede. En deze is ook wel goed, omgevingsbewust voor je zichtbereik die namelijk al 415 meter is. Dus waarom niet? Signaalversterking, ja, niet echt. Roep om wraak ook niet, omdat je al aangewezen doel misschien gaat kiezen als tweede. Reparatie ook niet zo'n slecht idee, brandbestrijding, wapenbroeders ook niet. Dat wat betreft de crew. Daarna de specialisaties. Ik ben zelf gegaan voor camouflage net. Minder kans om gezien te worden natuurlijk. Als je stilstaat. Ook voor een doorlader. Omdat ja, de kracht van dit van deze tankhouder is natuurlijk de geweldige kanon die snel schiet. En een geweldige penetratie en precisie heeft. Dus met een doorlader schiet het natuurlijk nog sneller. En binocular telescoop om de zichtbereik even te verbeteren. En ja, dan kan je dus verder zien. En je kan dus de tanken eerder spotten dan jij. Oftewel, jij kan één schot in hen doen voordat zij één schot in jou schieten. En dat is natuurlijk voordelig. Je kan ook gaan voor de optiek met anti-reflectiecoating. Dat is wel 500.000 credits. Maar heb je wel 10% meer zichtbereik. Richtaandrijving. 1,7 seconden is al sneller. Dus is al snel. Dus deze zou ik niet kiezen. Daarnaast zou ik gaan voor of verbeterde ventilatie. 5% vaardigheid voor de gehele bemanning. Dus je draaisnelheid, de snelheid van de tank, de optrekking, de precisie, de noem maar op. Dat is de specialisatie die ik zou kiezen als ik een van deze drie moest weghouden. Maar wil je hem als een geweldige passieve tankjager die alleen maar aan hinderlagen doet, wil je hem zo spelen, zou ik hem met deze consumables doen. Of specialisaties. Natuurlijk verbanddoos, reparatiesetje en brandblussen erbij. Verbanddoos als een bemanningslid doodgaat. Reparatiesetje voor je munitieopslag, tracks, noem maar op. Brandblusser voor als er brand zit in je motor. En dat is al genoeg. Daarom heb ik ze dus niet in mijn crew gedaan. En je hebt maar 350 levenspunten. Goed. Dit is de Stug. Geweldige tank. Snel, behendig, oké armor. Geweldig kanon. Laten we eens even kijken hoe het presteert op het veld. De Stonkerschütze was heel bekend in de Tweede Wereldoorlog. En was een gevreesde tankjager. Zal het ook gevreesd zijn op de battlefield? We zullen zien.